Dag Wesley. Hi, hele goede middag. Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van je dochter. Dankjewel. Ah, super lief. Voor jouw nieuws. Heel mooi. Kom verder. De kleine Jaylee kwam zondag ter wereld. Wesley en zijn vriendin Nelly zijn apetrots op hun nieuwe aanwinst. Nou, dit is ze dan. Mijn kleine wonder. Ik kan er echt niet van afblijven. Dit is echt heerlijk. Het is echt het mooiste wat je kan overkomen. Echt waar. Toen zondag bij Nelly de weeën begonnen, wist Wesley nog van niks. Ik zeg nog niks, want ik weet hoe die is. Dan denkt hij gelijk dat het gaat gebeuren. Maar ja, zoiets kan natuurlijk dagen van tevoren opspelen. Dus middags kwam hij er eigenlijk achter. Toen waren ze al best wel eigenlijk echt begonnen. S'avonds misschien nog optreden. Dus ja, gewoon laten gaan. Je weet nooit hoe lang zoiets gaat duren. The show must go on en de zanger besloot dus toch naar zijn optreden te gaan. Gelukkig was hij nog op tijd voor de bevalling. Met gierende banden ben ik naar huis gegaan. En toen was het om de 5 minuten. Dus ik ben eigenlijk gewoon nog lekker op tijd. Ze stond zo tegen de muur aan van, oh, ik heb... Ze had echt heel erg rugweeën. De naam Jaylee hadden ze al jaren in hun hoofd. Eigenlijk begon het met JC, met een C. Van de heel leuk op televisie eigenlijk gewoon gehoord. Eigenlijk voordat ik zwanger was, zei ik al tegen die naam. Ik zei, als we ooit een keer... waren we nog niet eens zo mee bezig. Maar als we ooit een dochter, ik vind dat zo'n leuke naam. Nou, toen eigenlijk Wesley en Nelly, allebei met Lee, hebben er maar Lee van gemaakt. Ook de fans van Wesley leven mee. Ze staan in de rij om een glimp op te vangen van de kleine spruit. Dus ja, dat is echt hartstikke leuke dingen die echt gewoon een cadeautje komen brengen voor je dochter. Dat is toch gewoon fantastisch. Wesley en zijn vriendin weten één ding zeker. Het blijft niet bij Jaylee. Wij zijn wel types die... Ja, sowieso twee. Dus één is maar alleen.